En Zwolle, dan weet je, daar gaat een water doorheen. Ken je dat? Een breedwater. En ik kan me herinneren dat daar lagen grote houtvlotten, gekapte bomen, aan elkaar vastgemaakt. En het waren houtvlotten. Die werden voortgetrokken in dat water door een stoombootje. Dat herinner ik me. En bij dat water, linksaf ergens, was een schoolgebouw. Met een groot lokaal. Misschien een gymnastieklokaal. En daar werden we ingeduwd. Met de mensen die in de trein gezeten hadden. Zat uw familie in de trein? Nee, ik heb niemand gezien die mij bekend was. Alleen de mannen van het kamp waar ik mee kwam. En ik zat daar met een vriend waar ik veel mee samenwerkte. Waar we waren heel eigen geworden. Gerry Kool heette die. En dat was een hele goede jongen. En dan was daar Jonas Walvis. Daar was ik ook goed bevriend mee in het kamp geworden. En je had nog een andere walvis. Er waren verschillende walvissen in het kamp. Want we hadden wel eens gezegd, we kunnen de Noordzee beginnen. Met al die walvissen die we hebben. Maar Jonas Walvis was dichterbij. En met z'n drieën zaten we bij elkaar te fantaseren. Ja, wat is een ander woord? Wat gaan ze nou met ons doen? Wat zijn de mogelijkheden? Uit die school zijn mensen ontvlucht. Ik weet Mauw Koopman, die later in Canada gewoond heeft, die is uit die school ontvlucht. Kunt u wat meer beschrijven wat die school was en hoeveel mensen er waren en wat ik de situatie weet niet wat, was? Ik weet dat het een school was. Dat hebben ze gezegd. Maar wat ik weet van die school was een groot lokaal. Lijkt een gymnastiekzaal. Waar we allemaal in geperst waren. En de enige plaats om te zitten was op je bagage. Ja, en in de middag moesten we allemaal naar buiten. En je moet begrijpen dat de ordebewaarders en degene die ons duwde waar we naartoe moesten, die ons, dat waren Marseillais, Nederlandse politie. En dat is mijn hele leven door, heb ik daar een slecht idee van de Nederlandse politie, van de Nederlandse overheid. In het geheel een slechte gevoel gehad. Want ze hebben zich niet bepaald menslievend gedragen. Ze hebben meer altijd gedacht om uit te voeren wat hun van Duitsland bevolen werd.